Vitesse Delft. Wij zijn de kampioenen, Vitesse Delft. Sander van Velzen, fysiotherapeut verbonden aan Vitesse Delft. We zijn een paar maanden onderweg. Jij bent een paar maanden onderweg bij de club. Hoe bevalt het tot dusver? Ja, gaat hartstikke goed op het moment. Het is echt leuk. Dit weekend wezen kijken naar het eerste team. En mooie prestatie geleverd natuurlijk. En ik kan hier vanavond staan omdat de ziekenboeg helemaal leeg is gestroomd. Dus wat dat gaat hartstikke goed. Ligt dat aan de spelers of ligt dat aan jou en Tamara? Want je doet het samen met Tamara Sies, jouw collega. Die gaan we ook nog spreken. Uiteindelijk moeten de spelers natuurlijk het werk doen. Zij leveren de effort tijdens de training. Maar we proberen wel een kader te scheppen waarin ze fit kunnen zijn. Dus we proberen met een wetenschappelijk onderbouwde warming-up proberen de spelers fit te houden. En daarnaast doen we bepaalde oefeningen voor klachten die veel voorkomen, zoals hamstringklachten, liesklachten zien we. Ja, en met die warming-up en die oefeningen houden we de spelers fit. We hebben een lange coronaperiode achter de rug waarin spelers niet heel veel hebben gedaan. Hoe hou je ze dan en hoe krijg je ze dan ook weer fit? Ja, ik denk dat we echt in samenspraak met Ronald langzaam zijn begonnen met trainen. Echt zeker in de warming-up 60-70% en dan langzaam opbouwen. En ook qua oefeningen hebben we echt geprobeerd zoveel mogelijk te doseren. Toch hebben we aan het begin wat blessures gezien, maar eigenlijk hebben we Zo goed als iedereen voor de competitiestart fit gekregen. En ja, waar je toch bij andere clubs echt heel veel blessures gezien. En dat is inderdaad te verklaren door het jaar corona niet trainen. En dan in één keer blessures ontstaan altijd op het moment dat je te lang te weinig hebt gedaan. En dan te snel eigenlijk te veel gaat doen. En daarom hebben we een langzame opbouw erin gehad. En staan ze nu goed op. Wat mij opviel afgelopen zaterdag, en dat heb jij waarschijnlijk ook gezien, want je hebt de wedstrijd gezien tegen HVC. Met name het laatste deel van de wedstrijd, de laatste 20 minuten, oogden wij fitter dan de tegenstander. Ja, dat idee ook. Ik zat op de tribune, was een leuke wedstrijd om te zien. Jammer dat die binnen de goal niet viel. Maar. Ik denk dat we zijn heel veel zonder bal bezig in de warming-up. Daar zit heel veel sprintwerk in, heel veel wenden en keren. En daarmee creëer je gewoon een behoorlijke bagage qua conditie en fitheid. En ik weet dat Ronald Hess ook trainingen indeelt met sprintwerk, conditiewerk. En vooral op de dinsdag wordt er keihard getraind. Ja, dan kan je het ook in de laatste minuut van de wedstrijd goed volhouden. Wat ik eigenlijk helemaal ben vergeten te vragen, Sander. Hoe ben jij eigenlijk bij Vitesse Delft terechtgekomen? Ik ken Ronald Hess van 2 jaar geleden bij Wippel. Toen die tijd liep ik stage bij het bedrijf waar ik nu werkzaam ben, Fysioplein. En ze hebben een contract met Wippel daar. En zodoende ben ik eigenlijk iedere dinsdag mee gaan kijken op de training. Hoe mijn collega dat deed en de spelers fit houden, hield. En bepaalde spelers konden spelen. Toen ben ik geïnteresseerd geraakt. En 2 jaar later kreeg ik een belletje van Ronald van heel fit, leuk om dit seizoen mee te draaien met Vitesse. Hoe is de samenwerking met Tamara? Want jullie doen het samen. Eigenlijk ook voor Vitesse iets nieuws. Twee fysio's binnen de club. Hoe gaat dat? Ja, dat gaat goed. We bellen. We hebben veel contact op de app en we bellen. En we hebben met de hele staf, medische staf en Ronald en Anton ook een groepsapp waarin we zoveel mogelijk communiceren. Want als fysio is het toch altijd een spanningveld met de trainer. Omdat de trainer spelers zo snel mogelijk op het veld wil hebben. En wij proberen de spelers zo fit mogelijk op het veld te zetten. Ik en Tamara proberen het zoveel mogelijk in samenspraak te doen. En dan kan je ook een blok vormen natuurlijk in de besluitvorming. Maar we doen het altijd allemaal met z'n allen. Dus met de trainer, in combinatie met de speler en ik en Tamara.
Ja, jullie wisselen elkaar ook af, want nu is dinsdagavond. Jij staat hier op het veld en Tamara is er op donderdag en op zaterdag. Hè? En jij bent er ook op donderdag. Ja, ik heb mijn vriendin woont in Duitsland. Dus ik rij eigenlijk bijna ieder weekend daarheen. Dus jammer is dat je dan niet bij de wedstrijden bent. Maar daarom heb ik gezegd, ik wil het samen met iemand doen. En toen is Tamara er gelukkig bij gekomen. Zij doet de zaterdagen. En dan als ik hier ben en ik ben vrij, dan kom ik lekker kijken vanaf de tribune dan. Nou, leuk. Leuk je even gesproken te hebben. En nog een hele leuke tijd bij Vitesse, zou ik zeggen. Komt helemaal goed. Ik verheug me op de rest van het seizoen. Dankjewel, René.